Want vandaag was het schoolkorfbal voor groep 3 en 4. En ik zie allemaal mooie bekers. Wat hebben jullie allemaal gewonnen, Donna? We hebben beker en we hebben nog een medaille. Wauw, en een ijsje zie ik. En hebben jullie het vandaag goed gedaan? Jullie zijn de eerste plek geworden, hè? We hebben het volgens mij wel heel goed gedaan. En was het korfballen moeilijk? Of vond je het wel makkelijk? Nee, niet echt. Moeilijk of makkelijk? Het was een beetje moeilijk. En heb je ook een keer in de korf gegooid? Ja. Ja, heb je een keer gescoord? En hoe zit het met jullie, ook gescoord? Ja! Heel goed, jongens. En nu gaan jullie lekker even een ijsje eten en met de beker naar school. Mogen jullie dan ook de klas rond? Weet ik nog niet. Ja. Ik zou het aan je vragen of jullie de klas rond mogen. Ja? Ja. Oké. Okay. En wie van jullie zit er eigenlijk op korfbal? 1, 2. En wie denkt, misschien ga ik wel op korfbal? Jij? Ja. En dan bij KZ natuurlijk, hè? Ja. Want vinden jullie het wel gezellig bij KZ? Ja. Mooi. Oké, nou dan zie ik jullie volgend jaar allemaal. En dan verwacht ik dat als jullie weer kampioen worden, jullie dan allemaal op korfbal zitten, hè? Maar ik ga niet op korfbal. Helaas, dan heb ik misschien de verkeerde gepakt. Oké, nou jongens, bedankt. Ga even nog juichen, kom op, Watermolen! Yeah!